Dankjewel. Kun je even de presentatie op kan? Ik ga iets mobieler zijn, omdat ik een aantal zaken op het scherm ga willen tonen. Bedankt allemaal. Misschien niet onbelangrijk toch om even te schetsen wat mijn achtergrond is. Ik ben eigenlijk criminoloog van opleiding en ik heb 11 jaar in de forensische psychiatrie gewerkt. Dat wil zeggen dat ik na die studies eigenlijk altijd met dadergedrag ben bezig geweest vanuit de criminologisch perspectief, vanuit de sociaal-psychologisch-biologische kant van de zaken. Mijn basisinteresse kwam eigenlijk om het dadergedrag tijdens de Holocaust en andere vormen van collectief geweld te gaan verstaan. Wat ga ik vandaag voor jullie gaan brengen? Een heel korte versie van een lezing dat heet Een duivelse transitie, waarin ik mij vooral ga focussen op transities, op transformaties, vanuit een criminologisch, sociologisch perspectief van daders. Nu, wat is van belang? Dat is natuurlijk dat die transities en de mechanismen die daarbij actief zijn, dat die natuurlijk ook bij slachtoffers, als je de victimologie gaat gaan bekijken, maar ook bij bystanders, dat daar allerlei mechanismen aanwezig zijn. Dus je gaat van mij zeker geen klassiek historisch discours krijgen. Het heet een duivelse transitie, demonic transition. En waar wil ik vooral de focus op leggen, dat is het dedemoniserende. Dat is wat criminologen natuurlijk doen als ze dadergedrag gaan bestuderen, om te gaan kijken wat de ingrediënten zijn waartoe mensen in staat worden gesteld om deel te nemen aan gruwelijke misdrijven die in een collectieve context worden gepleegd. Dus ik ga mij niet zozeer op het duiveltje gaan focussen, maar wel op de transformatie, op de transitie. Nu, ik ga eventjes inzoomen op het duiveltje. En als je zeer veel dadergetuigenissen leest, je gaat die over de Holocaust-periode gaan nalezen, Gita Sereny, Paul Franz Stangl, Huss en zo verder, dan krijg je, als je heel eerlijke dadergetuigenissen hebt, een verhaal van, daar de bovenste zin, de zekerste weg naar de hel is die heel geleidelijke weg. Het pad dat goed begaanbaar is, dat helt zonder mijlpalen, zonder waarschuwingstekens. Als je naar de daders gaat gaan kijken in het ex-Jugoslavië-tribunaal, of je gaat naar Arusha voor het Rwanda-tribunaal, of je gaat naar het YCC en je krijgt dadergetuigenissen die een hoge mate van eerlijkheid hebben, dan krijg je heel graduele paden. Paden van een betrokkenheid in het collectieve geweldsproces. Nu, wat is van belang als je dadergedrag gaat bestuderen? Dat is dat je stilstaat bij je waarnemingspositie. Hoe kijk ik naar het geweld en hoe kijk ik naar het gedrag dat hier is? Ik heb daar een heel kleine oefening voor mee. Ik ga u iets laten zien en ik ga het beeld ook weer weghalen met de vraag van wat heeft u juist gezien? Het was heel stil. Sommige mensen kennen misschien de tekening. Het is een gekende tekening van Escher. Wie heeft vleermuisjes gezien? Bed. Steek maar je hand omhoog. Ja. Wie heeft iets anders gezien? Engels? Ja, angels. Ik ga de tekening weer eventjes tonen. Als je goed kijkt, ik weet niet of ik hier kan mee pointen. Ja. Als je goed kijkt, dan zie je hier in het midden, als je focust op het witte, een engeltje. Je ziet de voetjes, het rokje, de twee vleugeltjes en zo verder. Als je een beetje schuiner gaat gaan kijken, zie je het duiveltje. Ga je het vleermuisje gaan zien. Nu, ik heb natuurlijk enorm jullie perceptie beïnvloed, want ik heb een witte achtergrond gekozen, waardoor het zwarte naar boven komt. En dat maakt dat de meeste mensen in de zaal het duiveltje of het vleermuisje gaan zien. Je moet dus geen schrik hebben, het is geen psychologische test. Maar het is gewoon een beïnvloeding van jullie perceptie. Had ik het op een zwarte achtergrond gedaan, gingen de meeste mensen natuurlijk het engeltje gezien hebben. Nu, waarom doe ik dat? Om eigenlijk stil te staan bij waarnemingspositie, om te kijken naar geweld, naar dadergedrag. Ik haal hier één foto, 1943, liquidatie van het ghetto van Warschau uit het Stroop-rapport. En ik vind het een heel mooie, oppositionele foto, waarin je daders recht tegenover slachtoffers gaat gaan zien. En als je natuurlijk dit gaat brengen voor school en je vraagt waar staat goed en kwaad, dan ga je horen, kijk, daar waar de slachtoffers staan, staat het goede. En daar waar de SS-uniformen te zien zijn, staat het kwade. En ik denk dat dat een logisch vertrekpunt is, dat dat ook ons moreel vertrekpunt is om naar het geweld te gaan kijken. Maar vanuit de gedragswetenschappen is dit maar een eerste waarnemingspositie. Een belangrijkere stap dat we dan gaan doen, is natuurlijk in de jas van zo'n slachtoffer gaan kruipen om te kunnen begrijpen, zowel rationeel als emotioneel,
wat is dat geweld hier en hoe moeten we dat gaan begrijpen langs de slachtofferkant. Maar wat criminologen natuurlijk als de belangrijkste en de finale stap doen, is in de huid van de dader te gaan kruipen, het SS-uniform, de helm aan te trekken, om te gaan kijken van hoe zit die wereld, hoe zitten die gedragskeuzes in elkaar langs deze kant en hoe zit dat referentiekader in elkaar. Dat is wat we vandaag gaan doen. De heel klassieke stelling die decennia lang toch bijgebleven is, is die mad or bad hypothese. Die staat nog vaak onder, die wordt nog vaak naar voren gehaald. Van kijk, mensen die dat gedrag plegen, die zijn oftewel intrinsiek kwaadaardig of gestoord, hebben een vorm van psychopathologie. Nu, als je de onderzoeken erop naslaat, dan zie je dat je wel een kleine aanwas hebt van psychopathologie. Als je bijvoorbeeld over kernpsychopathie gaat spreken, ga je gemiddeld een incidentie hebben van 1-2%. Wel, als je naar collectieve geweldsprocessen gaat kijken, kom je rond de 5% ergens uit. Maar die 5% is totaal geen verklaring voor de grootschalige destructiedelicten die gepleegd worden. Dus we zien dat dat niet klopt, dat hoe het hier wordt gepresenteerd, little people, elves and demons, dat er zeer veel verhalen zijn van daders waarin je geconfronteerd wordt met normaliteit. En ik heb mij... Ik heb me een paar jaar gefocust op dit album hier. Het is het Hucker-album. Het is in 2007 ontdekt. Waarschijnlijk komt het uit een CIA-inlichtingenarchief in Washington. Wat je vooral gaat zien, is dat het een merkwaardig album is. Het is niet zoals het Lili Jacob-album. Je ziet de daderkant en je wordt geconfronteerd met een aantal heel bijzondere foto's. De twee mannen die u daar ziet, rechts, daar ziet u Karl Hucker, is de adjudant van Richard Beer, de man links. Dat is de laatste kampcommandant die na Hus en Liebehenschel gekomen is. Het is eigenlijk zijn fotoalbum. En wat je daar ziet, is natuurlijk die banaliteit van het kwaad. Er zijn twee reeksen van foto's genomen op deze plaats. De Sola-hutte. Een hut 30 kilometer nabij Auschwitz, waar eigenlijk een soort genezingsheim, een soort retraiteoord is, een ontspanningsoord. We zouden het vandaag een teambuildingsoord kunnen gaan noemen. Ik toon u een aantal foto's van toch wel prominent bezoek. Hè. Als je hier kijkt, ziet u Karl Hucker, Hus, Richard Beer, Josef Mengele. Allee, allemaal de topnazi's uit het kamp zijn te zien. Wij vermoeden, we zijn bijna zeker, dat dit het afscheidsfeestje is van Rudolf Hus, omdat hij was voor de Aktion Hus terug opgekomen voor de Hongaarse acties. En na die fotoreeks vermoeden wij dat hij teruggegaan is richting Berlijn. Ik doe nog een aantal foto's hier waar u Beer, Josef Mengele, Hus, Kramer hier ziet op dat ene feestje. Er is een tweede serie foto's genomen. Dat zijn foto's van Karl Hucker in het midden met zijn SS-helferinen. Dames die veel meer ideologisch geschoold waren. Die op uitstap zijn, ook met de bus naar de Sola-hutte. U ziet hier Hucker helemaal op het einde op het zonnedek. U ziet daar ook dat kinderen worden meegenomen. Ik denk een jongetje van 3 jaar. Het is een heel fascinerend tijdsdocument dat in zwaar contrast staat met dat andere album dat we kennen, het Lili Jacob-album natuurlijk. Nu, eigenlijk is dit nog iets wat we te zien krijgen, wat we al gezien hebben in zeer veel processen. Ik ga er niet te diep op ingaan, maar als je naar het Eichmann-proces, en Yad Vashem heeft zeer veel materiaal op het YouTube-kanaal gegooid, als je het gedrag, en je denkt eventjes weg waarvoor die man verantwoordelijk is, van Eichmann op video analyseert, dan zie je een heel consensueuze, heel plichtsgetrouwe, eergevoelige man, die, mochten we dat in hedendaagse termen gaan benoemen, wij waarschijnlijk ergens hoofdboekhouder van zouden maken, puur op basis van de gedragskenmerken dat je op die videobeelden gaat gaan zien. En eigenlijk kan je zeggen, is dat wat de nazi's ook gedaan hebben. Ze hebben een hoofdboekhouder, een heel consensueus plichtsgetrouwe man, maar wel voor een heel destructieve taak, met name het vernietigingsproces, gevoerd. Wat is nu van belang? Die banaliteit van het kwaad, dat we toch zien bij Eichmann, bij Stangl in het boek van Gita Sereny en zo verder, tijdens de verschillende processen in Nuremberg en andere zaken, dat goed versus kwaad niet zo'n binaire realiteit is. Dat het vooral de vraag is, wat zit daar tussenin? Het kwaad van de genocide is niet gewoon, zegt James Waller in Becoming Evil, maar de uitvoerders, de daders van dat kwaad, blijken dit wel te zijn. Maar die ondergaan transformaties, transitieprocessen. Nu, wat horen wij zeer veel op die processen? Dat zijn natuurlijk psychologische verdedigingsmechanismen. Bevel is bevel, in zinne der aanklagen.
ben ik niet schuldig, niet schuldig. Ook het tu quoque argument is geen verschoningsgrond, maar wil eigenlijk zeggen van je gaat de morele positie van de aanklager trachten weg te wissen. Je gaat gaan zeggen, wat hebben de Russen in Katyn gedaan? Wat hebben de Amerikanen op Hiroshima en Nagasaki gegooid? Gewoon om te gaan zeggen, ja, maar welke morele gronden hebben jullie om ons aan te klagen? Nu, dit is verstaanbaar dat die verdedigingsmechanismen tijdens die processen naar boven komen, want men vreest natuurlijk veroordeling, men vreest de doodstraf op dat moment, zeker in die onmiddellijke naoorlogse processen. Maar voor een gedragswetenschapper is het veel meer interessant om te gaan kijken, die processen, die mechanismen dat we zien, zijn die mechanismen ook aanwezig op het moment van de feiten zelf? Met name zou het kunnen dat als iemand op bevel, op afstand, een bepaald delict pleegt of mede een onderdeel van een geheel radarsysteem van delicten doet, dat die persoon zich minder verantwoordelijk voelt. Je hebt daar juist op de foto Otto Mull stond ook op die eerste lij, hè, de man van de gaskamers in Birkenau. Goed, kan het zijn dat die man zegt van ik ben hier intensief betrokken bij het directe moordproces, maar het bevel komt uit Berlijn. En kan het zijn dat in Berlijn Eichmann zegt van ja, ik organiseer wel zaken, maar de uitvoerders zitten daar. Eigenlijk een mechanisme van zwevende verantwoordelijkheid dat heel mooi beschreven is door Zygmunt Bauman. Dat is een veel boeiendere vraag als gedragswetenschapper. En wat gaan wij ook gaan doen? De Holocaust is maar één casus. Wij gaan ons gaan focussen op collectieve geweldsprocessen om te gaan kijken welke mechanismen zie je in die verschillende geweldsprocessen en kan je er gaan uitfilteren als belangrijke ingrediënten die de transitie mogelijk maken om deel te nemen aan het collectief geweld. Ik toon hier een foto van My Lai, Amerikaanse soldaten tijdens de Vietnamoorlog die oorlogsmisdaden plegen in de 68. En wat is van belang? Dat is dat je heel goed altijd kijkt naar het niveau van het individu binnen een collectief. En die twee zaken gaan vaak interageren, gaan vaak ook zeer veel transities mogelijk maken. Ik ben iets te snel. Wat is van belang? Dat is vooral die binaire kijkbenadering te gaan wegnemen. Goed versus kwaad is geen binair gegeven. Je kan tal van verhalen in het zwarte lezen als je over dadergedrag praat. Als je dan naar een jeugdfase teruggaat, ja, dan vind je eigenlijk niets. Wat voor gedragswetenschappers veel boeiender is, is niet wat hier allemaal in Auschwitz en wat de delicten zijn, maar is vooral wat tussen de twee rode lijntjes gebeurt. Welke variabelen beïnvloeden mensen om een transitie, om een grotere betrokkenheid in het geweld te gaan hebben? Ik toon hier twee foto's. In één foto kijk ze lieftallig, dus iets dat van Paul Salmons uit het Imperial War Museum komt. Op de tweede foto kijk ze nogal boos. Dat heeft te maken dat ze daar gefotografeerd wordt door een Britse soldaat tijdens de bevrijding van het kamp Bergen-Belsen. Dit is Irma Greze, een van de beruchte SS-officerinnen in Ravensbrück, Auschwitz-Birkenau geweest. En er is daar een heel mooi boek van geschreven van Patrick Brown, The Beautiful Beast. Die eigenlijk op zoek gaat naar hoe moet ik dat begrijpen, dat proces. Is dit een vorm van geïncubeerd kwaad of niet? Zijn de vragen die we moeten stellen, zijn zaken die allang ook in de fictieliteratuur, door het onnoemelijk veel verwezen in de genocideliteratuur, naar het verhaal van Robert Louis Stevenson, van Jekyll en Hyde. En eigenlijk is het een heel mooie metafoor om dadergedrag te gaan onderzoeken. Met name, je hebt de goedaardige Dr. Jekyll, die neemt een potion, een kruidendrankje tot zich. En de kwaadaardige potentialiteit komt naar buiten in de figuur van Mr. Hyde die gebogen staat. Nu, wat is de vraag die ik mij stel? Wat zit er in dat drankje? Wat beïnvloedt dat destructieve potentieel voor mensen om deel te nemen, om remmingen die er zijn om letaal geweld te gebruiken, om die te gaan wegnemen? Verschuiven op die as om de complexiteit, want het is heel complex aan het worden, omdat niet alleen criminologen zich nu aan het moeien zijn met het onderzoek, gelukkig, maar ook neurologen, ook mensen die met hormonen bezig zijn, met oxytocine en zo verder. En het wordt zo'n complex verhaal dat je wel een kader nodig hebt om de verschillende ingrediënten op te gaan plaatsen. Ik heb gekozen om hier vijf actoren en meerdere factoren op een schema te gaan gooien. De middelste persoon is eigenlijk de man die het gedrag stelt, de dader, en ik wil zijn gedragskeuzes gaan begrijpen. Die is natuurlijk als een individu lid van een collectief, een dadergroep. En ik denk dat daar ook zeer veel, zeker nu ook in Duitsland, over gepubliceerd wordt, over kameraadschap, volksgemeenschappen en zo verder. Je zit met een
totalitaire samenleving met een autoriteitsfiguur. En je zit met twee niet-dadergroepen, de omstaanders en de slachtoffers. En ik weet natuurlijk dat dit de driedeling is. Dit is maar een poging om de complexiteit bevattelijk te krijgen. Ik ga gewoon heel vluchtig de drie daderkantgroepen overlopen om een aantal theorieën die uit de criminologie komen te gaan duiden van kijk, dit zijn zaken die hier in daderonderzoek bij collectief geweld bestudeerd worden, die eigenlijk ook relevant zijn om bij bystanders te gaan onderzoeken en ook relevant zijn om bij slachtoffers, bij victimologie te gaan onderzoeken. En dat is iets waar de criminologie ook mee bezig is. Dat is eigenlijk het thema ook van vandaag als het over de zondercommando's gaat. Wat is één piste? Dat is natuurlijk het cognitieve. We willen gaan kijken wat zit onder de helm. Wat zijn de referentiekaders van die daders? Je ziet hier een klassieke propagandafoto. Er is hier heel boeiend werk over verricht, over hoe zitten die gedachten, hoe zit die leefwereld, hoe zit dat referentiekader van die mensen op dat moment in elkaar. Als je nu in tijd zou kunnen gaan reizen en je gaat tegen een aantal holocaustdaders zeggen wat je doet is iets tegen mensenrechten, ja, maar dat verstaat men u niet natuurlijk. Want dat is een referentiekader van vandaag. Dus we moeten die verzonken mentaliteiten gaan begrijpen in de tijdsgeest van toen. Harold Welzer heeft daar baanbrekend werk na Browning en Goldhagen over gepubliceerd. Eerst in zijn boek Teter en dan in zijn boek Soldaten heeft hij dat referentiekader van de soldaat, het individu, de groep, de oorlog en zo verder uitgewerkt. Ik verwijs naar een tweede heel goed boek, dat gaat over de neurologie. Want wij praten hier over zeer veel documenten en daar is wat waar historici vooral mee bezig zijn. Kathleen Taylor is een wetenschapsjournalist die in neurologie gespecialiseerd is en die eigenlijk puur in de hersenen en na miljoenen jaren evolutie gaat analyseren informatie die uw referentiekader opbouwen. Hoe komt dat toe in de hersenen? Die gepolariseerde informatie, zoals dat je hier ziet, zoals dat in tal van propaganda is meegegeven, waarom komt dat verhaal veel sneller toe dan complexere en meer grijze informatie in de hersenen? Het is een heel boeiend boek, vooral omdat ze daar het proces van otherization, polarisatie, beschrijft van ik en jij, wij de anderen, waar natuurlijk in onze literatuur al zeer veel over geschreven is. Ik toon hier een aantal klassieke voorbeelden. Er is een prent uit het boek Der Giftpilz. We hebben een aantal van die der stormers, als je dat gaat gaan bekijken, niet alleen op informatieniveau, maar ook op wat er juist gebeurt, dan ga je gaan zien dat dat heel ingrijpend is. Als je op de laatste pagina ziet, deze persoon is een brood gaan kopen bij de Joodse bakker, met naam en toenaam in een lokale editie, dan merk je wel dat dat een directe gedragsimpuls heeft. Nu, wie is daar lange tijd mee bezig geweest vanuit de historische traditie? Daniel Goldhagen, Hitlers gewillige beulen. Er is al heel de discussie over geweest. Als ik dat gedragswetenschappelijk vertaal, dan noemen wij dat attitude-gedragsconsistentie. Als je negatieve, hatende attitude hebt, dan is het normaal dat je gedrag consistent en discriminerend van aard zal zijn. Dus tuurlijk, de vertaling eliminatie-antisemitisme, is dit een factor, is dit een onderdeel. Maar dit is wel stupid om dit als een unieke en voldoende oorzaak voor het dadergedrag te gaan verklaren. Je zit hier langs de dispositionele kant, langs de persoonlijkheidskenmerken van de daders. Ik ga vrees ik niet de tijd hebben om het volledig te laten zien. En ik ga het filmpje niet volledig laten tonen, helaas, wegens tijdsgebrek. Maar criminologen die bezig zijn om te onderzoeken hoe referentiekaders, hoe de conflicten die ontstaan, wat men cognitieve dissonantietheorie noemt, er ontstaat een conflict met uw beeld van een goedaardig persoon en het gedrag dat je stelt. Daar zijn een aantal technieken in beschreven bij dadercollectieven om die conflicten te gaan verlammen, te gaan wegwerken. En wij noemen dat neutraliseringstechnieken. Sykes en Matza hebben dat onderzocht bij gang wars, bij bendeoorlogen in Noord-Amerika. En Alex Alvarez is een van de weinige criminologen die zich met genocide collectief geweld bezighoudt en die heeft daar een zesde techniek aan toegevoegd. Wat ga je hier gaan zien? Zes technieken: ontkenning van verantwoordelijkheid, ontkenning van schade of nadeel, ontkenning van slachtofferschap, veroordelen van veroordelaars, dus doe ik ook weer argument, beroep op hogere loyaliteiten en ultiem ontkenning van de mens of dehumanisatie. Het zijn zes beschreven technieken. Herbert Jäger heeft daar
veel meer, zelfs al veel vroeger in de jaren 60, neutraliseringstechnieken voor beschreven. Dit zijn technieken die maken dat de cognities die in conflict komen met het gedrag worden weggewerkt. De tegenstrijdigheden tussen hoe je kijkt naar het geweld dat je pleegt, als je dat niet meer als geweld gaat gaan zien op basis van een aantal neutraliseringstechnieken die de remmingen wegwerken. Dit komt uit criminologisch onderzoek Noord-Amerika, maar Alex Alvarez heeft daar in zijn boek allerlei linken gemaakt naar collectief geweld van vandaag. Het zijn een aantal processen die in de hoofden gebeuren. Natuurlijk, daders zijn altijd lid van een collectiviteit. U ziet hier de leden van het 101e Reserve Politiebataljon dat Browning beschreven heeft. Het is iets wat uitvoerig wordt onderzocht ook. Kameraadschaft, Band of Brothers. En niet alleen binnen de historische traditie, maar er zijn zeer veel andere wetenschapsdisciplines daarmee bezig. Het laatste goede boek is van Thomas Kuhne, Genocide and Belonging, wat heel diep ingaat op de bindende elementen van die collectiviteit. Ik verwijs eventjes naar een ander goed boek, The Moral Molecule. Van Paul Zak is een man, een endocrinoloog, die eigenlijk de rol van oxytocine in binding, in hechting gaat gaan onderzoeken. En die ontdekt dat bij voetbalspelers, rugbyspelers, dat hormoon een enorm grote impact heeft op de hechting. Het zou heel boeiend zijn om vanuit puur een biologische benadering als één van de vele deelfacetten om oxytocine ook te gaan onderzoeken bij dadergroepen van collectief geweld als één van de vele beïnvloedende factoren. Christopher Browning, Ordinary Man, zal wel gekend zijn door de meeste mensen, verwijst naar twee heel belangrijke experimenten, maar ook twee heel oude experimenten uit de sociale psychologie. Het Ash-experiment. U ziet hier de twee kaartjes. Welke lijn is even lang als de drie vergelijkingslijnen? Het is natuurlijk B, maar daar is Ash niet in geïnteresseerd. Ash is geïnteresseerd in het verhaal van als iedereen het verkeerde antwoord weet en de echte proefpersoon staat helemaal op het einde en die ziet dat het B is, maar iedereen heeft A geantwoord, wat gaat hij doen? Met name gaat hij de groep gaan volgen en dat zijn de befaamde conformiteitsstudies. U ziet hier op de curve dat 40% minstens van alle verkeerde beoordelingen wordt gevolgd en 75% minstens eenmaal de verkeerde beoordeling volgt. Dat is iets wat we noemen groepsdruk, tribal pressure. En daar zijn allerlei andere mechanismen nog actief, zoals social proof. Als iedereen ziet dat het A is, ook al is het niet A, dan is er wel een sociaal bewijs dat het A is. Dus natuurlijk komt zwaar in conflict, maar dit is groepsconformiteit. Ik ben naar het hoofd gegaan om de cognities te gaan begrijpen en hoe de cognities kunnen geneutraliseerd worden als die remmen bij letaal geweld. Je gaat naar de groep gaan kijken en je ziet dat daar ook zeer veel beïnvloedende factoren zijn om conform de groep te gaan reageren. Ik ga heel snel eventjes door naar autoriteit. Weer een gekende propagandafoto natuurlijk. Van hoe komt dat er zo'n grote gehoorzaamheid aan autoriteitsfiguren is? Heel klassiek, maar een heel kernachtig experiment van Stanley Milgram natuurlijk. Die wou onderzoeken niet zozeer naar het effect van straffen op leren, voor de mensen die het niet kennen. Dit is de echte proefpersoon. Dit is een acteur, maar dat weet die persoon niet. Die moet woordparen van buiten leren. En bij elke fout die hij maakt, krijgt hij een elektrische schok. Daar zit een proefleider in een witte schort. En die geeft de opdracht, het bevel als het ware, om het experiment voor te zetten. Wat we Milgram weten, tot hoever gaat de man die achter een elektroshockgenerator zit, die van 15 volt tot 450 volt doorgaat, wanneer gaat die stoppen? En het merkwaardige van het Milgram-experiment is natuurlijk dat dat heel veel procent, een heel groot percentage tot het einde doorgaat. Milgram heeft dat op voorhand gevraagd aan psychiaters. Ze zijn 0,1% gaat tot het einde doorgaan. Psychologen waren iets negatiever gestemd. 1% zal tot op het einde doorgaan. Wat zien we eigenlijk? Dat is dat de originele studies, 62,5% van de proefpersonen helemaal tot het einde doorgaan. Ik kan het u niet tonen, het filmpje, maar wat vooral van belang is, is dit zijn geen demonische figuren. Dit zijn mensen die zwaar onder stress staan, die eigenlijk willen stoppen, maar onder invloed van allerlei variabelen toch doordoen. En vaak redeneren van hoe sneller we doordoen, hoe sneller dat we van deze pijnlijke situatie af zijn. Dat zijn zaken die we ook in dadergetuigenissen van executiebataljons lezen.
toon u eventjes een aantal replica's van het experiment, waar je toch ziet dat je altijd op de helft en meer uitkomt. Lange tijd heeft men het onderzoek van Mantel in Duitsland tegengehouden, maar kwam tot 85% en men was daar wat gegeneerd mee. Dankzij ethische commissies van vandaag kunnen we dat niet doen, maar dit zou heel boeiend sociaal-psychologisch onderzoek zijn, mocht je dat ook neurologisch gaan vertalen. Wat ga je gaan zien? Naargelang je in andere situationele variabelen komt, daalt de gehoorzaamheid. Wat is van belang? Als je twee proefleiders hebt die op een bepaald moment discussiëren of je het experiment wel of niet voortzet, dan zie je de gehoorzaamheid dramatisch dalen. En wat gebeurt er op dat moment? De zwevende verantwoordelijkheid die de uitvoerder bij de proefleider duwt, als die ruzie maken, dan komt die zwevende verantwoordelijkheid terug naar de uitvoerder. En dan blokkeert die vaak en stopt die in het proces om die elektrische schokken toe te dienen. Ik wil u eventjes zeggen, hier 30%, de middelste curve. Dat is deze situatie waar er niet alleen auditief pijn geluid komt, maar dat je het ook ziet en dat je ook het slachtoffer moet aanraken. De man, de acteur hier, zijn arm ligt op een elektrode met een rubberen laag voor en het vereist fysieke aanraking om de pijnprikkel toe te dienen. Dat is dus heel belangrijk onderzoek dat tot op vandaag nog te weinig gevalideerd is in collectief geweld. We naar het hoofd, naar de groep, groepsconformiteit gaan kijken en naar gehoorzaamheid aan autoriteitsfiguren. En ik keer eventjes terug naar een ander experiment dat Browning ook naar verwezen heeft. Ook een oud experiment eigenlijk van Philip Zimbardo. Het ontstaan van het geweld uit situationele omstandigheden. Hij heeft in de jaren 70 een gevangenissimulatie-experiment gedaan, waar eigenlijk willekeurige mensen die eerst werden gemeten of er bepaalde psychopathologie aanwezig was, zo ja, zijn die daaruit gefilterd. En bij die mensen heeft men gewoon twee groepen gemaakt. Een proces van authorization, zou Taylor zeggen. En we hebben eigenlijk gezien dat daar drie groepen uitkomen. Wat heel boeiend is, is als je gaat gaan kijken bij het origineel experiment, dat je op een 30-50-20 percentageregeling uitkomt. 30% van mensen die heel sadistisch reageren, die plezier hebben in de macht, in de dominantie over de anderen. De grootste groep is klassiek gehoorzaam en de minderheid tracht goed te doen in een destructieve omgeving. Wat boeiend is, is dat Browning dat teruggevonden heeft. Zelfs professor Van Goethem heeft dat teruggevonden als het bij de politie in Antwerpen gaat. Maar als je de biografie van Hus ook naleest, dan zie je eigenlijk dat hij, als hij over zijn personeel praat, de kampbewakers, dat hij tot dezelfde driedeling komt. Wat is nu van belang binnen de criminologie? Als je wilt gaan kijken hoe mensen crimineel gedrag leren, dan die oertheorie daarover heet de differentiële associatietheorie. Dat is een oude theorie, uit 1939 al, die nu weer in de mode komt wegens een netwerkparadigma. Maar dan zie je dat die theorie van Edwin Sutherland stelt van crimineel gedrag is geleerd gedrag. Is iets dat je in een situatie terechtkomt waar je mee geconfronteerd wordt. Dat je ziet dat dat bepaalde winsten, kosten of baten heeft, dat gedrag. En je gaat dat gaan imiteren, gaan kopiëren. Gebeurt in heel intieme sociale netwerken, door face-to-face interactie. En je leert niet alleen cognities, maar je leert ook methoden, technieken, omgangsvormen en zo verder. Ik ga het niet allemaal overlopen. Sutherland heeft dat in 9 stappen, dat proces, uitgelegd. Ik zie dat het niet mooi geordend is, maar dat zou mij te ver brengen. Ik denk als je het Hucker-album bekijkt, vanuit een criminele leertheorie en de netwerken dat je op die foto's gaat gaan zien, dat dat een heel belangrijk verhaal is om de groei, de betrokkenheid in het collectieve geweldsproces te gaan verstaan. Wat is nu van belang? Al die factoren, zowel cognitief, groepsmatig, autoriteitsmatig, die zorgen voor een acceleratie-effect. Die zorgen voor dat telkenmale uw basis-eikpunt verlegd wordt. Het begint met discriminatie, het begint met verbale wanpraktijken, misdrijven. Het begint met door naar fysieke praktijken. En dat wordt telkenmale het nulpunt. En van daaruit ga je weer verder naar een stap in de verdere, in de extremere richting. Je herkent tal van initiatieprocessen bij het geweld en dan ontstaat er, zoals alle jobs, een proces van routinisatie. En ultiem, dankzij het breinvermogen van de mens, kunnen wij zelfs tot een stap van brutalisatie gaan, omdat wij extreem kunnen nadenken over het geweld dat wij gaan gebruiken. Je ziet hier een groei
van de dader op een continuum. Continuum van cumulatieve radicalisering, continuum van destructie, zoals dat Staub het noemt, of een continuum zoals dat we het hier tonen, een duivelse transitie. Ook de slachtoffers, als je dehumanisatie als een proces bekijkt, schuiven voort op zo'n continuum van mensen, minderwaardig ras, naar ultiem dieren, ratten, kakkerlakken in Rwanda, tot uiteindelijk levensloze objecten, vracht, cargo, dat toekomt in Auschwitz-Birkenau. Dat zijn heel belangrijke cognities om het dadergedrag, de betrokkenheid te kunnen gaan verstaan. Dit zijn een aantal zaken die puur uit de daderhoek komen. Ik herhaal ze nog even. Cognitief, de groepsconformiteit, de gehoorzaamheid aan autoriteitsfiguren en dan vooral leren, het sociaal leerperspectief. Ik heb dat alleen maar langs de daderkant individu, autoriteit en groepsinteracties even geschetst. Wat is van belang? Dat is dat dergelijke mechanismen ook aanwezig zijn bij de andere twee groepen. En dat het heel boeiend zou zijn om criminele leertheorieën te gaan bestuderen, bijvoorbeeld binnen de Sonderkommando's, om cognities, groepsinteracties en zo verder in kaart te gaan brengen. Ik ga dit overslaan wegens tijdsgebrek, maar ik moet eventjes door. En ik verwijs heel graag naar de quote van Todorov, die eigenlijk zegt van als je het geweld in totalitaire systemen, samenlevingen wilt gaan bekijken, dan is volgens mij ook de sleutel van het gedrag van de drie actoren die daar worden gesteld, met name de transities die zij ondergaan en welke beïnvloedende factoren mensen doen voortglijden richting het geweld of weg van het geweld. En we zien dat nu, na redelijk wat historisch onderzoek, criminologen, sociologen begonnen zijn, maar dat er ook een enorme biologische boost is vanuit neurologen, endocrinologen, die eigenlijk mee gaan zoeken van hoe wordt dat gedrag op basis van al die factoren beïnvloed en mogelijk gemaakt om remmingen weg te nemen. Ik ga het hierbij laten. Bedankt.